we zijn hier bezig met het project Samen in het Water, Jong en Oud. We zijn benaderd door Maarten van Sportplaza en de gemeente en van ROC Tiel. Om samen te gaan zorgen dat jong en oud in het water kunnen gaan zwemmen. Vandaag is er een try-out, eigenlijk een eerste keer dat de studenten samen met ouderen het water in gaan. Heel veel mensen hebben heel lang niet meer gezwommen. En dat kan ik niet meer, of dat is dit voor mij, of ik heb geen badkleding. Dus in de aanloop hier naartoe vergt het wel begeleiding en vertrouwen om mensen te overtuigen dat het kan en mag. En ook dat zij met hun beperking of met hun leeftijd gewoon kunnen gaan zwemmen. Nou, wat heel mooi is, en dat zie je eigenlijk elke keer en zo ook weer hier, is dat mensen zo het water inkomen van ai. En dat je op een gegeven moment ziet dat mensen merken, hey, dit is gaaf. Mensen gaan zich ontspannen, er wordt een wetbelt gebruikt door de studenten ook. Mensen gaan echt hangen, ontspannen, gaan drijven. Ja, en dan zie je de hele spanning zie je verdwijnen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, dat vind ik het mooiste, het plezier. Voor ouderen ook heel bijzonder is dat ze vaak hebben ze een lichamelijke of een fysieke beperking. In het water ervaar je die niet. Je wordt gedragen door het water, waardoor je beperking niet meer zo duidelijk aanwezig is. En dat alleen al is natuurlijk een enorme beleving. Ja, volgens mij moet je wel met bepaalde dingen rekening houden, maar ze hebben hier een lift waardoor iemand die niet kan lopen en in het rolstoel zit, in het water geholpen kan worden. En je ziet heel veel hulpmiddelen die onder de armen waardoor mensen blijven drijven. En dat is juist het mooie. Volgens mij hoef je geen beperkingen te hebben als je maar in je zwembroek of badpak kan en zin hebt om te gaan. Vanochtend hebben we ook tegen de studenten gezegd, jongens, je geeft de mensen een cadeautje. Zonder jullie kunnen de mensen het water niet in. En dat is natuurlijk echt een cadeautje wat je ze geeft. Dus wat we hiermee willen bereiken is plezier. Vooral echt plezier. We willen dit een maandelijkse activiteit van maken. Waardoor elke keer ook de studenten weer meer van kunnen leren, voor de ouderen het ook weer bekender wordt en er meer vrijheid in het water ook ontstaat. Want naarmate je het vaker doet, hoe vrijer je ook weer kunt bewegen. Ik vond het prachtig. Ja, ik vond het heel heerlijk. Ja, ik zou het best iedereen mee willen. Ja? Ja. Hoe heeft u het gevonden in het water? Geweldig. Geweldig. En hoe lang was het geleden dat u gezwommen heeft? Nou, toch 15 jaar. 15 jaar? Ja. Eigenlijk. Nou, meneer toch. Wat fijn dat u het al zo plezierig heeft ervaren. Hè? Ik hoop dat we met deze drie bijeenkomsten ouderen kunnen mobiliseren dat ze zin hebben om te zwemmen. En dat ze dan naar het team van de buurt komen en de klus zwemmen inkopen. En dat we dat financieren vanuit de gemeente, het ROC, het zwembad en van ons. Waardoor ze met één klus, één keer in de week, twee keer in de week, wanneer ze willen, kunnen gaan zwemmen. En dat hoop ik voor iedereen.